Iemand die wel is teruggebeld in onze redactie. Sterker nog, ik heb hem zelf even gebeld. Brian Blanke uit Lelystad. Brian, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marco. Goedemorgen jongen, hoe is het? Ja, gisteren een beetje slecht nieuws ontvangen. Maar het gaat op zich wel weer goed. Ja, een beetje doorsabbelen. Wat voor slecht nieuws? Nou, mijn partner's oma is gisteren aan het virus van corona overzweken. Echt waar? En, ja, dus het is wel heel erg jammer. Die woont op woonzorg de regenboog in Dronten. Ja. Ja. Op deze manier komt het wel heel erg dichtbij, hè? Ja, ja, ja. En ik hoorde ook dat ze daar helemaal niet getest werden, de mensen. Dus ze laten eigenlijk een beetje aan de lot. En ja. Nou, gecondoleerd. Het is wel heel jammer. Gecondoleerd. Ja, en sterkte. Ja. Ja. Ja, ja. Kunnen jullie wel bij de uitvaart zijn dan volgende week? Nou, we zijn een beetje een overweging van hoe we dat gaan doen. En mijn schoonvader is aan het vragen of we vrijwaarde kunnen krijgen om met een x-aantal met de autovervoer daar naartoe te kunnen gaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Anders in ieder geval op gepaste afstand blijven natuurlijk ook allemaal, hè? Ja. Ja, die maatregelen hebben we sowieso al genomen. Dus, ja. Daar moet je je ook aan houden natuurlijk ook in deze tijden. Juist in deze tijden van maatregelen die gelden. Ja, dat is echt een mooie leeftijd van 91. Dus daar mag je blij mee wezen om dat te kunnen behalen. Maar was ze al ziek? Of is het gewoon echt... Want ze is 91 geworden, zeg jij. Was ze dan al broos? Ze was dus eigenlijk niet getest. En wij gaven het door omdat ze dus ook koorts had van aan de schoonvader van Goch. Ik vraag alsjeblieft om een test. Ja. Toen bleek dat ze blaasontsteking had. En toen kreeg ze woensdag de uitslag. En toen bleek het van samen. Oh. En dat corona en blaasontsteking. Goh, dan kan het toch heel snel gaan, blijkbaar. Binnen een week. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Ja, ja, binnen één dag eigenlijk. Kun je nagaan, ja. Ja, het is een beetje raar om nu over te gaan op iets lulligs als een chocoladehart. Maar het komt uit een goed hart, natuurlijk. Je hebt iemand anders opgegeven. Twee dames of twee mensen uit Apeldoorn heb je opgegeven. Wie zijn dat? Ja, zeker. Mijn geliefde mensen die ik echt een hart onder de riem wil steken, inderdaad. Ja, wie zijn dat? Dat is Aaltje Boersma en Cornelis Boersma. Oh, Cornelis, ja. Aaltje en Cornelis. En wie zijn zij en waar ken je ze van? Nou, ik ken ze eigenlijk al vanaf mijn 13e jaartje, sinds dat ik een beetje op de kermis rondhing. Want dat was mijn passie. En ik ben er eigenlijk een beetje in opgegroeid totdat ik begon te reizen. En bij verschillende... En ja, ik ken ze natuurlijk al heel lang. Dus het is een geweldige familie. Ja, ja. En de kermis ligt natuurlijk ook helemaal plat nu met corona. Daar hoor je eigenlijk heel weinig over, zei jij in de mail. Ja, 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 je hoorde natuurlijk uiteraard heel veel over Circus en andere bedrijven en ondernemers. Maar ja, deze zien, hoor je natuurlijk al heel weinig over. En ik dacht van ja, die mensen moeten natuurlijk ook een hart onder de riem krijgen. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een hartstikke zware tijden. Nou, laten we eens eventjes gaan bellen met, ik denk dat we Aaltje aan de telefoon krijgen. Dat is het nummertje doorgegeven, denk ik, Brian. In het prachtige, mooie Apeldoorn. Ja, daar ben jij geboren en getogen natuurlijk. Het is een beetje kermisstad, hè, Apeldoorn. Misschien hoor. Ja, ik ben er geboren. Maar dat is de familie ook van het beroemde vuilnisbakkerspel, toch, Brian? Ja, ja. Helemaal. Oh. Goeiedag, Boersma. Goeiedag, mevrouw Boersma, met Marco en Arnoud van Omroep Flevoland. Ja. Goedemorgen. Er is iemand hier aan de telefoon die wil iets tegen jullie zeggen. Nou, Brian, ga je gang. Nou, lieve moeders en... Oom Cornelis en de rest van de familie. Ik wil jullie in deze zware tijden een hart chocolade onder de riem steken. Omdat ik jullie ontzettend mis. En voor jullie het ontzettend vervelend vind dat jullie in ondernemingschap niet door kunnen. Hartstikke lief. Dat is nou eens een lief compliment. Ja, lief is dat, hè? Dat we gauw weer kunnen draaien. Met de kermis natuurlijk, hè? Met de kermis, ja. Want dat is nog wel even een dubio, denk ik. Ja, hoe staan de zaken ervoor eigenlijk? Nou, ik denk voorlopig nog even rustig aan. We moeten nog even afwachten tot de 28e natuurlijk. Als we weer komen met nieuwe berichten. Mm-hmm. En dan moeten we maar plannen gaan maken. Kijken of we wat
Ja, onder elkaar toch wat kunnen doen. Wat is dan het plan eigenlijk? Ik bedoel, de 28e. Wat is dan de eerste kermis die op de planning staat of zo? De eerste kermis. Ja, ik ben nou niet zo binnen, dus ik weet het even niet. Oh, nee, oké. Maar grote kermissen, ik bedoel, de ja, damkermissen. Maar ik weet niet wat er allemaal doorgaat natuurlijk, hè. Nee, dat zal allemaal nog moeten bekeken worden. Ja, waar, de burgers, en noem maar op. Ja, waar draaien jullie nu mee? Want jullie hadden vroeger het vuilnisbakkenspel, hè? Heb ik nog steeds. En we hebben blikken gooien, eentjes vangen, thuis trekken. Ja. We hebben nog genoeg. Ik blijf het leuk vinden. De Oud-Hollandse kermis eigenlijk een beetje. Ja, eigenlijk wel, ja. Heb je ja. een touwtje trekken? Hebben we ook nog. Nou, ja. Dat vindt Marco altijd leuk. Ja, ik ben dol op trekken. Ja, goed. ja, dat vind ik hartstikke leuk. Nee, ja. Jij denkt er gelijk mee. Hebben jullie misschien ook aan een touw natuurlijk. Hebben jullie ook nog een spookhuis? Dan kan ik daar ook wel in gaan staan. Oh, die heb je verkocht. Oké, goed zo. Hey, Brian uit Lelystad, die kent natuurlijk Brian Blanke, die geeft dus dat chocoladehart. Die heeft jullie daarvoor opgegeven. Dus Aaltje en Cornelis, dat chocoladehart. Het is een enorm groot hart van lekkere chocolade met heel veel sterkte erop. Die sturen wij op naar Apeldoorn. Ja. En als je nog wat tegen Brian wil zeggen, kan dat nu, Aaltje. Oké. Nou, jullie alvast hartelijk bedankt. En Brian, jij natuurlijk de allerliefste van ons. Hè? En heel hartelijk bedankt voor dat goede, leuke doel. Ja? Ja. Nou, Brian, ik wens jullie een goed gezondheid. Ja, ik wens jullie absoluut een goede gezondheid. En we gaan ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. Nou, dit hart komt op de goede plek uit, Brian. Absoluut. Goed gedaan. Groet aan Cornelis en Brian. Dank je wel voor het opgeven. En blijf allemaal gezond. Het hart wordt opgestuurd. Ja. Dank jullie wel allemaal.